U kijkt naar de hoge torens van de Zuidas. We zijn met de straten van Amsterdam hier in het hart van de Zuidas beland aan de Gustav Mahlerlaan en Gustav Mahlerplein. Ik heb bij mij Tijn Wiewinga. Welkom in de uitzending. Jij studeert voor dirigent en componist. Ja. Aan het Conservatorium van Amsterdam. Dus toen dachten we, ja, jij moet ons kunnen vertellen of dit een Gustav Mahlerlaan waardige laan en plein is. Vind je dat? Nou kijk, Gustav Mahler was iemand die echt overweldigende muziek schreef. Ja? Echt overweldigende muziek voor iedereen die het voor het eerst hoorde. En deze plek is op zich voor de mensen die al heel lang in Amsterdam wonen misschien ook een beetje overweldigend. Ja. Want wij kennen dit helemaal niet. Nee. Dit is echt maar opeens zo ontstaan. Ja. Dus in dat opzicht misschien wel, hè, voor dat eerste effect. Ja. Maar goed, is het Gustav Mahler waardig? Is natuurlijk heel lastig, omdat het zo'n iemand is geweest die zoveel heeft betekend voor de muziek, ja? De ontwikkeling van de muziek. En daarnaast, ja, zou hij daar hier zelf willen wonen? Ik vraag het me af. Hij was iemand die componeerde in een heel klein hutje in de Alpen. En daar bleef hij dan voor maanden, ja, en had hij zijn symfonie af. Ach. En dus, ja, misschien dat hij, als hij nu had geleefd, wel in een penthouse had willen wonen. Maar ik vraag het me af. Zullen we naar, jij hebt een fragment geselecteerd van een symfonie van hem. Zullen we luisteren terwijl we de beelden van de Zuidas daar overheen zetten? Ja. Dan hebben we een beetje een idee over wie we praten. Ja, ja. Mochten we hem niet kennen. Thuis. Welke symfonie is dit, zodat ze dit zelf ook op internet kunnen zoeken? Dit is de vijfde symfonie van Gustav Mahler. En waarom heb je dit fragment uitgekozen voor ons? Nou, omdat in deze symfonie en vooral dit deel is heel goed te horen wat een gevoelig persoon dit was. Hij heeft echt al zijn emotie in dat stuk verwerkt. En dit is direct gegeven aan zijn vrouw, aan Alma Mahler. En je hoort gewoon die passie, die liefde. En je hoort ook dat die liefde niet alleen beauty is, yeah, maar dat het ook pijn is. Ah. En dat is zo mooi. Je voelt bij hem zijn struggle in het leven. En dat heel veel dingen in zijn levensverhaal, yeah, zijn heel direct te plaatsen in zijn symfonieën. En dat maakt het ook zo bewonderingswaardig. Hey, lieve Tijn, hoe oud ben jij? 23. Heb je al zo'n grote mooie liefde mogen meemaken? Ik heb vooral hele korte van dat soort dingen meegemaakt, maar nooit een grote liefde. Okay. Maar ik denk wel dat ik af en toe misschien een klein beetje heb kunnen voelen wat Mahler heeft gevoeld. Ja. Maar misschien niet zoveel als hij. Daar, we zullen zien of dat nog gaat komen. Maar het inspireert je wel, Mahler, hè, om ook stukken te maken. Vind je de Zuid als inspirerend? Kun jij hiermee iets als componist? In principe kan dat wel. En als componist kan je natuurlijk heel veel elementen pakken en dat compleet uit de context gooien. Ja. Maar of het dan zo emotioneel wordt als Mahler, zo dicht bij de ziel, dicht bij de mens, ja, dat vraag ik me af. Dus wordt het dan goed ontvangen door de mensen die het horen? Ja. Ik weet het niet. En jij vertelde ons nog een heel interessant weetje. We weten van pop- en rocksterren dat ze sommigen op hun 27ste dan verdwijnen. Ja. Bijvoorbeeld Amy Winehouse, helaas overleden. Ja. Maar jij hebt ook iets met klassieke muzici. Ja, ja, nou, bij de klassieke componisten, tenminste Mahler, die werd een beetje bang toen hij zijn 8e symfonie had geschreven. Want Beethoven, Schubert en Bruckner, die overleden alle drie na het afmaken van hun 9e symfonie. En hij was een beetje bang, dus toen heeft hij in plaats van zijn 9e symfonie, heeft hij Das Lied von der Erde geschreven. Wat gaat over het aardse en het hemelse.
En toen later, toen hij eigenlijk al ziek was, of in ieder geval wist dat het niet zo lang meer ging duren, toen heeft hij de 9e symfonie gemaakt. Die heeft hij afgemaakt. Het is een hele mooie symfonie geworden. En toen hij bezig was met zijn 10e symfonie, dat is echt nog pijnlijker, nog hartstochtelijker. Dat is echt ongelooflijk. Ja, die heeft hij niet kunnen afmaken. Nee. Laten we hopen dat jij nog heel veel gaat componeren en dat je met cum laude afstudeert en misschien komen we dan bij een concert bij je kijken. Tot slot heel kort, waarom denk je dat het zo populair is dat dirigeren, hè? Ook met het programma Maestro? Ik denk dat nu gewoon even een kleine hype is. Ja. Omdat we hebben natuurlijk Jaap van Zweden die opeens chef is van New York Philharmonic. Onze grote dirigent Bernard Haitink is weer in de stad. Ja. Het Concertgebouworkest die heeft laatst weer een jubileum gehad. Ja. En het is misschien zo, omdat orkesten toch gaan verdwijnen, dat het dirigeren een beetje wordt geromantiseerd. Mm. Het is iets wat we misschien later niet meer gaan meemaken. Ja. Het is toch een soort van tovenarij. Ja. En dat is toch gewoon ontzettend interessant voor iedereen om eens een keer te kijken hoe dat werkt. Ja. Maar ik denk dat uiteindelijk weer de focus gaat liggen op wereldsterren die zingen of zoiets. Ja. Ik wens je veel symfonieën toe. Dank u. Hartelijk dank. Dank u. Ik ga naar Dickies. Ja. Tenminste, we zijn in Dickies en ik ga naar Dick. Hallo, Dick en Eefje Voogd. Welkom in de uitzending. Eefje, jij gaat hier ook wonen, maar daar gaan we het zo over hebben. Dick, zou jij ons naar de foto's willen brengen? Ja. Kom er ook bij je, Eefje. Want voordat dit alles bestond, hadden jullie allebei hier ook al wat mee te maken. Want jij, Dick, had hier een squash- en tennisbanen, hè? Wanneer had jij hier jouw squash- en tennisbanen? Nou, ik begon toen ik 29 was. Dat was in 1979, 78. Ja, en toen was dit allemaal leegte. Ja, nee, dat heette toen de Karel Lotzi-laan. Ja. En nu de Gustav Mahler-laan, heb je zeker al gehoord. En toen kwam een ontwikkelaar, die wilde dus mijn zaak kopen. Toen ik 55 werd. Welk jaar was dat? Dat ze hier kwamen met, we willen wel. In 2004 ben ik dichtgegaan. Ja. 2003, 2004. En het was een jaar of vijf ervoor dat we het eerste gesprek hadden. Ja. En wat zeiden ze dan tegen je? Leuk, die tennisbanen, maar die moeten plaatsmaken? Nou, hij zegt, ik wil graag je kantoor ontwikkelen. Ja. En ik zei, ik wil wel met jou mee, want er is een vriend van me, die Chris Gongriep. Ja. Die heeft ook heel Amsterdam Zuidoost ontwikkeld en nu hier. En met hem had ik vertrouwen, dus ben ik verder gegaan. Ja. Maar ze zeiden wel tegen jou, meneer Dick, we gaan u onteigenen, toch? Onteigenen, dat kan de gemeente alleen maar. Ja, hij wilde met me onderhandelen. Maar de gemeente die kwam toch als eerste met, wij willen hier kantoren bouwen. U zit hier, maar u moet toch echt weg, onteigenen. En wat heeft u toen gedaan? Toen heb ik natuurlijk een advocaat in de handen genomen om te vragen van is het zo, is er niks ervan? Want je mag alleen onteigenen als het in het algemeen belang is. Ik vraag maar even. Dat is, even. Dus het was gelukkig, kon ik leuk met hem onderhandelen. Ja, want toen heb je onderhandeld om hier een horecagelegenheid. Dat heeft Chris Gongriep ook aangeboden en dat heb ik natuurlijk ook afgedwongen een beetje. Ja. Dus we hebben het mooiste plekje, naast het mooie plein hier. En mijn dochters die runnen het nu. Ja, want zullen we nog heel even voordat we naar nu gaan, want jij hebt hier ook getennist, hè, vroeger. Ja, ik heb hier heel verleden liggen op de tennisbaan en wij hebben net even oude herinneringen opgehaald. Want die Karel Lotzi-laan, dat was wel een hele lange strook met tennisbanen, squashbanen. Ja. Ja, heel Amsterdam ging toch wel die kant op. Als je ook jeugdtennis op topniveau bedreef, dan kwam je hier terecht, hè. Ja, jij bent ook nog kampioen. Hoog. Ja, ik ben tweede van Amsterdam geweest. Uiteindelijk ook Nederlandse kampioenschappen gespeeld. Ja, dus ik was hier elke dag gewoon. Ik liep hier als kleine meid elke dag met mijn rekkertje rond. Ja. Ja. Maar wat vond je van het idee, Dick, dat hier hoge kantoren kwamen? Hij begon. Gongriep die zei van er komt een kantoor. Mm-hmm. Dat de kantoren kwamen, dat was toen nog niet in orde. Dus naderhand allemaal is het gegroeid en besproken door hun. En toen was het zelfs zo'n groot project dat de ING deed mee samen met Fortis. Het is natuurlijk te groot om voor één ontwikkelaar te ontwikkelen. Ja. Dus zodoende is het een consortium geworden van die groep. Ja. En dit is toch nog een tennisbaan van wat hier dus voor was. Dit zijn mijn dochters, hè? Ja, die hebben het nu overgenomen. Kan je het zo zien? Zo? Ja. En dit waren ze toen ze klein waren. Ach. Met mijn vrouw. Ja, prachtig. Wat een leuk gezin. Ja. Dick, maar hier zit je nu met je horeca. Ja. Ja, Tijn zei het net ook al een beetje. Voor de gewone Amsterdammer die hier bijna nooit komt, ik denk alleen maar kantoren. Maar toen we het een beetje gingen onderzoeken, heel veel horeca. Wat voor mensen komen hier?
Nou ja, natuurlijk alle mensen die hier werken. Hier zit Google, hier zit Tesla, hier zitten banken, advocatenkantoren. Ja, het zijn toch wel een beetje een soort, ja, wat voor soort mensen, een soort Jort Kelder-achtige types. Maar ook, ja, echt leuke mensen allemaal. Ja. Mijn dochters zijn er erg blij mee dat dit soort publiek hier komt. Ja. En, maar er wordt ook gewoond op de Zuidas, ja. Gaat even meer of ja. Krijgen de horecaplekken hier ook al een soort buurtfunctie? Komt de buurt hier ook koffie drinken? Tuurlijk, maar ja, ze hebben natuurlijk ook, er komen er veel meerdere. Er zijn een heleboel, saladbars en een heel chic restaurant met een ster. En wij dan, hè. Wij hebben het gewoon erg druk met de borrel. Heel erg populair. Nu zijn jullie nog door de week open, maar omdat er steeds meer mensen komen wonen, moeten jullie misschien ook op zaterdag en zondag open. En dat was nog niet. Nee, nou dat is een probleem, want ze hebben de kinderen, mijn dochters. Ja. En hun weekend is wel hun heilig. Ja. Maar het moet er een keer voorkomen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dick, ik wil je heel erg bedanken dat we even bij je mochten zijn. Ja. Mis je je tennisbanen nog? Of? Nou, ik ben wel lekker gaan zeilen. En dat is, nee hoor, ik golf nu tegenwoordig. Dus ik vermaak me wel. En mijn vrouw die vindt het ook heerlijk dat ik lekker samen met haar alle leuke dingen doe. Snap je? Werken is leuk hier, maar zou je hier ook willen wonen tot slot? We hadden in een appartement. Eefje had zelfs al een huisnummer alles voor me. Maar dat hebben we toch maar niet gedaan. Want mijn vrouw die wilde toch in Amstelveen wonen. Ja, was toch te hoog. Ook dat. Okay. Dankjewel Dick. Wij gaan nu naar een hoog appartement. Ja. Tot ziens. Heel erg bedankt. En op zaterdag en zondag dan ook maar open. Hè? Doeg Dick. Ja, Eefje. Welkom in de uitzending nogmaals. We hadden het er al over. De Zuidas. Veel kantoren, maar er wordt ook veel gebouwd. Hoeveel mensen wonen hier nu? Nou, er zijn nu zo'n ruim 1400 woningen opgeleverd, waarvan 800 studentenwoningen. Ja. Die zijn verderop op, bij de Boelenlaan. Ja. En in deze zone ongeveer 650 appartementen hoofdzakelijk. Ja. Ja, met een gemiddelde woningbezetting van 1,6. Dus ruim anderhalve bewoner per appartement. Ja. Nou, tel dan maar uit hoeveel mensen hier wonen inmiddels. Maar dat aantal wordt de komende 2 jaar echt al verdubbeld. Want er wordt een dubbel zoveel aantal woningen opgeleverd. Ja. En de gemeente Amsterdam heeft eigenlijk als doelstelling om zo'n 350 woningen per jaar op te leveren op de Zuidas. Uiteindelijk komen hier zo'n 8.000 à 9.000 appartementen en woningen. En wanneer moet dat af zijn? Nou, 2040 moet de Zuidas af zijn. Ja, we hebben nog dus even. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar dus de komende jaren alweer een verdubbeling van het aantal woningen. En dat betekent ook wat voor, bijvoorbeeld de dynamiek op straat. Want je hoorde net Dick ook zeggen, hè? Ja. Ja, dan ga ik misschien toch wel of niet in de weekenden open. Ja. Maar de bewoners, die hebben natuurlijk heel graag dat hier wat meer reuring komt ook. Buiten kantoortijden, dat wil ook de gemeente heel graag. Daar wordt ook keihard aan gewerkt om te zorgen dat dat gaat gebeuren. Ja. Er is nu een nieuwe visie op de Zuidas. Er is een project dat heet Leef Zuidas. Om ook met bewoners in overleg te gaan van hoe kunnen we nou toch meer voor bewoners ook gaan doen. Ja. Uiteindelijk komt hier een hele grote mix van wonen, werken, ook recreëren, winkelen, kunst, cultuur en noem maar op. Hotellerie ook. Ja. En dan gaat ook een hele andere mix ontstaan en veel meer balans in die beweging op straat. En is het niet meer die 9-tot-5 cultuur? Ja. Maar dan het na 5-6 uur hier niet verlaten, maar zijn er ook bewoners. Maar waarom zou je hier willen wonen, Eefje? Want ik wil niet oneerbiedig doen, maar ik zie eigenlijk alleen maar heel veel hoge gebouwen en weinig groen ook. Waarom zou je hier willen wonen in zo'n hele clean omgeving? Ja, nou, allereerst is het zo dat we hier nu lopen in Amsterdam-Zuid. Dat is natuurlijk een heel geliefd stadsdeel, hè? Dat voorop. Ja. Dan is het juist ook die stedenbouwkundige setting en die architectuur die mensen juist aanspreekt om hier te komen wonen. Ze houden van grootstedelijk wonen en die architectuur spreekt ze juist aan. En feitelijk, als je heel goed kijkt, dan zijn al die gebouwen hier op zichzelf staande icoontjes. Mm-hmm. En zelfs als we hier staan, is dan toch nog de menselijke maat ook aanwezig. Mm-hmm. Nou, van belang is natuurlijk ook dat er hier gewoon nieuwbouw wordt gepleegd. En dat heel erg bijdraagt aan comfort en de kwaliteit die je hebt in de appartementen zelf. Men houdt van stijlvol wonen, dus dat kan hier ook. Mm-hmm. En je ziet dat
dat de gebouwen zelf en ook de appartementen qua layout, qua plattegronden zijn ontworpen vanuit die internationale focus. Mm-hmm. Dus de appartementen zelf zijn vaak ook door interieurdesigners ontworpen. En dat maakt dat je een andere soort woningtypologie krijgt, om een voorbeeld te noemen. We hebben appartementen die zo'n hotelsuite-achtige indeling hebben. Waar je van je slaapkamer via je walk-in, dat is een kastenkamer, eigenlijk doorloopt naar je badkamer. Very American, New York. Ja. Het is hier wel Manhattan-like, hè? Dit is eerste woonblok, hè, hier? Ja, hier hebben de allereerste woningen verkocht. De eerste 20, dat was in 2007. En dat was eigenlijk wel heel spannend, want het eerste appartement op de Zuidas. En hoe zal dat uitpakken? Is daar belangstelling voor? Dat was eigenlijk de vraag, hè? Ja. Wij gingen de verkoop in en zo toen de stad transformeerde van middag naar avond. En het schemerig werd. En ja, die lichtjes in de stad die je zag opdoemen. En binnen no time waren alle appartementen verkocht. En toen was de toon gezet voor de Zuidas. Ja. Toen was echt bewezen, ja, hier willen mensen dus heel graag wonen. Ja. En waar wij straks naar binnen gaan, is dus eigenlijk nog op het gebied Maler. Hè? Want we staan hier op de Malerlaan, daar gaat ook jullie programma over. Aan die noordzijde bevinden zich dan vooral de kantoren. Ja. En aan de zuidkant is dan Gerswin met hoofdzakelijk woningbouw. Ja. En wat voor mensen wonen hier? Zijn het allemaal rijke expats? Rijke expats? Nou, die had ik nog niet gehoord. Nee. Het is bewezen, daar is ook onderzoek naar gedaan, dat eigenlijk die huishoudens enorm uiteenlopen en ook niet zozeer afwijken van het beeld van de rest van Amsterdam. Het is wel zo dat er primair zo'n 75% tussen 20 en 49 jaar is. Maar alle huishoudenstypen zijn vertegenwoordigd. Dus wel alleen staan tweeverdieners, expats, maar ook gezinnen, studenten. En natuurlijk ook een enorme toestroming, dat zien we overal in Amsterdam, van mensen die terugkeren naar de stad. Al wat ouder zijn en een comfortabel appartement willen, gelijkvloers met een parkeergarage en nou ja. Zijn er ook sociale huurwoningen? Ja, er komen ook sociale huurwoningen. Die zijn ook nu zo'n beetje in aanbouw op verschillende locaties op de Zuidas. Ja, het wordt een heel gevarieerde mix van woningbouw. Ook hier, kijk, aan die Malerlaan zien we wat meer die hoogbouw, hè, maar... Ja. Al naar gelang je meer richting de zuidkant komt, zie je wat lagere volumes ontstaan. Ja. En we hebben zelfs één woongebouw, wat, nou ja, als je daar in de tuin staat van dat gebouw, dat is helemaal mediterraan ingericht, dan waan je helemaal niet op de Zuidas. Dat is heel grappig. Leuk. En jij gaat hier ook wonen. Ja. Waarom? Ja, nou ja, eigenlijk om een aantal van die kwaliteiten die ik net al noemde, van ja, Stad van Zuid, toch dat cosmopolitische Manhattan-achtige sfeertje wat hier hangt, die internationale sfeer die hangt. En natuurlijk vanwege het appartement en alle comfort die dat biedt, dat we zelf kunnen creëren. Het huis uiteindelijk van wat helemaal op onze maat, als een maatpak op ons gesneden is. Ja. En ik ga na 9 jaar latrelatie samenwonen. Dat is ook spannend. Ja, maar ik weet hoe gaaf het hier wordt op de Zuidas. Ja. Hoe leuker het nog wordt. Dus voor mij is dat gewoon... Ja, al jarenlang ligt mijn focus op de Zuidas. Dus het was heel makkelijk... Gewoon heel simpel om uiteindelijk die stap te nemen. Voor mijn partner ligt het iets anders. Want die komt van buiten de stad, uit de polder, uit Noord-Holland. Oei. En die gaat bij mij dus sky high wonen. Sky high wonen. En die zegt dan altijd wel, ja, maar ja, schat. Als we daar dan boven zitten en de stad, hè, weg uit de hectiek van de stad, maar wel de stad in onze voeten. Ja. Nou, dat ziet hij wel zitten. Oké, nou laten we dan naar zo'n... Ik wil penthouse zeggen, maar volgens mij is het geen penthouse. Maar het maakt niet uit, het is een mooi appartement. We gaan naar Rut. Ja, we gaan naar Rut. Hi Rut, welkom in de uitzending. Hi. Mogen we naar binnen? Natuurlijk. We zijn namelijk heel benieuwd. We zijn op straat rondgelopen hoe het dan is om binnen te zijn. Nou, en het leuke is, wij hebben het zelf nog niet gezien. Wauw, wat zitten we hier hoog. 11e verdieping. Ja. Jeetje. Ja, hier wonen wij sinds een jaar of ik denk anderhalf nu, bijna 2 jaar. Ja. En waarom wilde je hier wonen op de Zuidas? Nou, ik heb een winkel in het WTC. Ja. En ja, dat leek me eigenlijk een hele logische stap om hier te gaan wonen. Ja. Maar eigenlijk het grootste argument was toch... Het is hier gewoon zo vibrerend, cosmopolitisch.
het is gewoon heel erg internationaal. Dat vind ik ook, ja. Ja, van Zuidas. Ja. Ja. Zo, wil je ons rondleiden? Wat vind jij het mooiste uitzicht hier? Waar ben je verliefd op geworden? Een slaapkamertje. Oké. En gaan we daar naartoe? Zo zeggen, jongen. Het is mooi ingericht ook. Nou, kijk, als je hier s'avonds vanuit hier in je bedje ligt. Oh, ja. En dan lig je hier zo en dan kijk je naar die lichtjes. Ja. Nou, dan voel je je gewoon alsof je in New York bent. Ja. Wat gek om tussen die gebouwen te staan ook. Ja, het is inderdaad wel heel apart. Want kijk, dit was ook het eerste gebouw dat gebouwd was voor de voor woningbouw. Ja. En het zijn natuurlijk allemaal kantoren. Maar je merkt, zoals hier Malen 900, dat een prachtige appartement, hè? Ja. Ja, en zwaaien ook. Ja, want jij zit op de 22e, geloof ik, hè? Ongeveer. Jeetje. Ja, want daar aan de overkant gaat inderdaad Eefje wonen. Ja. Bijna af. Wanneer wordt het opgeleverd, Eefje? Nou, wij hopen juni, aankomend juni. Dus dan, komende zomer kunnen we wonen. Ja, en dan gaan we zwaaien. Ja. Maar s'avonds dan. Nou ja, weet je, dus als je s'avonds in je bedje ligt en je kijkt dus naar al die lampjes en lichtjes, auto's, wat ook heel handig is, is dat je files ziet, hè? Ja. Ga nu maar even niet weg, want het staat weer helemaal vast. Ja, ja, ja. Maar kijk om je heen. Ik vind het een hele inspirerende omgeving. Ik ben ook van mening, en dat klinkt misschien heel gek, dat Zuidas, dat wordt de nieuwe grachtengordel. Ja? Dat moet je uitleggen. Ja. Nou, wat ik merk is dat er komen steeds meer ondernemingen, er komen steeds meer mensen hier wonen. En op de Herengracht, Keizersgracht, naar de Grachtengordel, daar zie je heel veel toeristen. Mm-hmm. En ik merk toch dat die mensen die daar wonen, toch allemaal een beetje naar Zuid gaan verhuizen. Ja. 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 Maar is het hier saai? Kijk, we kijken nu uit op saai. Ja, ik wilde saai zeggen. Is het s'avonds hier niet saai? Helemaal niet saai. Nee. Nou, kijk. Kijk, het is natuurlijk zo dat dit was het eerste appartementencomplex dat gebouwd was in 2008. Ja. Nou, op een gegeven moment kwam de crisis, dus er werd helemaal niets aan woningbouw gedaan. Wat je nu merkt, is er komen 9000 woningen hier. Ja. Ja. Dus daar moeten allemaal faciliteiten voor komen. En dat merk je nu al. Advocaatje bijvoorbeeld, een onwijs leuk Indonesisch restaurant is open. Hij is de eerste horecagelegenheid die op zaterdag open gaat. Ja, want daar hadden we het weekend, met Dick net over. Want in het weekend is er natuurlijk helemaal niets. Nee. Maar het komt omdat dat is een stukje verleden. Ja. En het gaat komen echt dat je hier zaterdagochtend een croissantje kan nemen. Kunnen we samen een kopje koffie doen? Ja, natuurlijk. Dat gaan we doen. Ja. Nee, maar los daarvan, volgend jaar opent de grote supermarkt op de Malerlaan. Ja, ik hoorde dat volgende maand gaat er een grote nieuwe bakkerswinkel open. Ja, ja. Niet alleen voor belegde broodjes, maar ook voor gewoon je dagelijks brood. En wat dacht je van de groentejuwelier? Ja. Er komt een heel mooie, groenteman hier met de meest fantastische, waanzinnige groente en fruit. Ja. Dus, en wat ik ook waanzinnig leuk vind, want mag ik dat zeggen, Gelderlandplein? Ja, dat mag je dat zeggen. Nou, dat vind ik een hele mooie faciliteit wat Leslie bedacht heeft. Is dat je vanuit hier, deze plek, Gustav Mahlerlaan, heb je een complimentary busje die van hieruit naar het Gelderlandplein rijdt. En dat was ook voor de bewoners, toch? Omdat naar onze cameraman gaan? Want ik ben benieuwd waar die uithangt. Even op zoek naar Dirk. Daar. Ja. Nee, die dacht ik ga aan de wandel. Wat ik wilde vragen. Oh ja. Nou, je zegt al, 's avonds begint het ook levendig te worden. De komende tijd worden er meer. Nou, sowieso 's avonds. Maar kijk, in het weekend was het gewoon stil. Maar het komt ook. Nou, dit was het eerste complex dat gebouwd werd. Dus als er geen vraag is, dan wordt er ook niks aangeboden. Nee. Maar toch, ik ben een beetje om. Want wat ik zei, voor mij, ik denk ook wel voor heel veel mensen die hier niet vaak komen. Je denkt toch, je associeert het heel erg met werken, kantoren, advocaten, notarissen, banken. Ja. Maar het is daarom heel erg leuk om een inkijkje te krijgen. Maar het is niet. Het is wel heel anoniem ook, de gevels. Je ziet nog niet balkonnetjes met bloemen. Nee, het is niet eigen. Het moet ook in gewoond worden. Zodra de mensen hier gaan wonen, krijgt een gevel, een gebouw, een identiteit. Ja, ja. Hè, dat is, en dat heeft tijd nodig. Maar misschien is het ook juist fijn om wat anoniemer te wonen, bedacht ik mij ook. Dat is ook een van de redenen dat ik het hier heel prettig vind. Ik heb een beroep waarin ik heel erg heel betrokken ben en heel dicht bij mensen ben.
En dan is het soms ook heel fijn om in de anonimiteit te treden. Dat je gewoon lekker de deur achter je dicht trekt. Ja. Dat niemand weet wie ik ben, hoe ik heet. Niet dat ik een of andere celebrity ben, helemaal niet. Maar voor mezelf vind ik het gewoon heerlijk. Want ken je veel buren hier? Hoeveel mensen wonen in dit gebouw? Ik heb echt geen idee. Ik zou het echt... Ja. Nou, de directe buren ken ik dan wel. Maar wat je kijk, het concept van New Amsterdam is in eerste instantie dat het eigenlijk verhuur was. Ja. Dus wat je krijgt is dat er heel veel expats hier wonen of komen te wonen. Ja. Dus dat komt en gaat. Dus, en op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen dat het best lucratief is om die huizen in de verkoop te gooien. Ja. Dus, Eefje, ik heb nog wel een andere vraag aan jou. Want jij gaat hier natuurlijk zelf wonen. Je verkoopt hier appartementen. Ja. Maar je verkoopt ook heel bewust aan de internationale markt. En wij zijn in Amsterdam natuurlijk ook wel een beetje bang voor de internationale markt. Omdat we bang zijn dat rijke buitenlanders onze stad gaan opkopen. Ja. Werk je daar niet een beetje aan mee? Ja, daar moet ik gelijk nuanceren. Nee, want in eerste instantie heeft vooral de buurt eerst de Zuidas ontdekt. Hè? Ja. Dus de buurtbewoners uit directe omgeving, dus zegt Zuid en Buitenveld enzovoort. En inmiddels zien we dus gewoon toestroom overal vandaan. Mm-hmm. Dat is ook vanaf de grachtengordel. Hè? Dat is net wat jij schetst. Daar toch wel, wordt het een beetje druk. Ja. Alhoewel heel veel mensen die authenticiteit van de binnenstad en van het oude Zuid ook wel heel erg waarderen. Maar men komt overal vandaan. En die internationale belangstelling, ja, die is in de koopappartementen nog relatief. Het ligt niet op een ander niveau dan elders in de stad. Nee, het is zo dat in de huurappartementen ongeveer zo'n 50% van horen zeggen een international is. Maar in de koop valt dat aantal dus reuze mee. Wel is het zo dat als je kijkt naar het koperspubliek, dat die een internationale focus hebben. Ze reizen veel of hebben veel gereisd. Ja. En zijn afhankelijk van Schiphol. Dus op 10 minuten afstand van Schiphol natuurlijk met de trein is fantastisch. Ja. Dus men denkt en doet veel mondialer en verwacht ook qua appartementen een dienovereenkomstige setting. Ja, want er zitten hier ook heel even spieken of ik het goed zeg. Ongeveer 700 bedrijven zitten hier en de helft daarvan is ongeveer buitenlands grote moederbedrijven. Dus eigenlijk is het ook niet heel erg gek dat hier veel internationale belangstelling. Dat hangt gewoon boven die Zuidas. Ja. Ik heb gelezen dat er 35 verschillende nationaliteiten werken op de Zuidas. Ja. En 33 of ruim 30.000 mensen inmiddels. Mm. Nou ja, dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Ja. Dus maar als de komende jaren veel meer woningen hier gebouwd worden, dan gaat die dynamiek totaal veranderen. Ja, en de A10 gaat natuurlijk ook ondergronds. Dan ga je natuurlijk ook een hele andere omgeving creëren. Wat voor cijfer zouden jullie de Gustav Mahlerlaan willen geven? Nou, ik voel me hier volmaakt, dus ik geef het een 10. Nou. Ja, ik sluit me daar graag bij aan. Ja. Ik kom ook in de zomer nog eens terug. Als de bomen groen zijn, als het rasjes vol zitten. Ja. Want dan ziet het er ook weer heel anders uit dan vandaag. Ja. Het is natuurlijk hartstikke koud. Ja. Veel minder mensen op straat dan normaal. Ja. Ja, dat gaan we doen. En wanneer zijn dan die wat lagere bebouwingen? 2017. Oké, dat wordt dus volgend jaar. Dan gaan we de binnenstraten in. Ja, dat is leuk. Dat gaan we doen. Rut, wil je hier nog weg, denk je ooit? Nee. Kijk, de reden dat ik hier ben gaan wonen, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb op een gegeven moment een bepaalde leeftijd bereikt. Hè? Ik heb kleinkindjes. Als je ouder wordt, ziet het prachtig uit. Ik vind dat je als je naarmate je ouder wordt, dan moet je juist de reuring op gaan zoeken. En dan moet je niet op een. Ik bedoel, ik spreek voor mezelf, hè. Ja. Maar dan moet je niet ergens gaan zitten in een bos of waar niets te beleven valt. Ik vind het heel belangrijk dat je moet geprikkeld worden en blijven. En er is hier theater, hè? Je stapt zo op je fietsje, op je scootertje, je bent zo bij het Centraal Station. Er is een museum. Ja, het is heel belangrijk dat je, voor mij, dat je ergens woont waar het leeft. Ja. Ja, je steekt zo de Minervalaan over hier en je bent in de stad eigenlijk. Ja. Nou, Eefje, inpakken kan beginnen. Ja. Binnenkort ga je hier wonen. Heel erg bedankt dat we achter de gevels mochten kijken hier. Want het spreekt toch heel erg tot de verbeelding, kantoren. Je komt er bijna nooit, als het goed is, als echte Amsterdammer. Als je hier niks te zoeken hebt, tenminste ik niet. Ik zal niet voor iedereen spreken. Dus daarom dank dat we ook met de kijkers hier binnen mochten kijken. Laten we dan nog even genieten van het uitzicht. Dank jullie wel, Eefje en Rut. Dus 's avonds is het magisch. Ja, ik vind het van wel. Het is echt zo bijzonder. Ja.
Vind je, ik voel me ook heel veilig hier. Ja. Dat is het ook. Ja, dat snap ik wel. Ja, het is heel beschermd.